Sony Media. Ruben Tijl. 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 Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, goedenacht. Lieve luisteraar, welkom in het nieuwe jaar bij een nieuwe aflevering van... Ruben! Tijl! Ruben! De podcast! 2024, jongens. Ja, het is echt, echt begonnen. Van harte gefeliciteerd met het nieuwe jaar. Wat een jaar nu al, hè? Het is nu al een jaar. Het is nu al een jaar om... jaar. Lieve luisteraar, wij hebben niet stilgezeten in de afgelopen tijd... Wij hebben het format van deze podcast een beetje afgestoft. Ja, een beetje poetsen. Mm. Beetje onderhoud. We begonnen nu met een nieuwe jingle. En daarachteraan deden we dus toch analoog weer onze oude. Ja, maar het is nog een beetje afkicken. Het is gewoon een beetje refreshen. Precies. Kijk, je kunt het wel helemaal op de schop gooien. Maar dan gooi je iets waanzinnig succesvol. Dit is misschien wel de succesvolste podcast, in ieder geval waar ik in zit. Ja. Dat gooi je weg. Met het badwater. Mensen zijn gewoontedieren. Je moet dat niet te veel doen. En we kunnen het ook natuurlijk... Je kan zeggen, maar spice het dan up. Fine-tune het, maak het beter. Ja, en dan ben je met afstand de beste podcast van Nederland. Wil je dat? Ja. Wil je dat? Ja. Wil je die druk? Nee, dat wil je helemaal niet. Je wil naar die top van die berg gaan. Je wil altijd dat topje in zicht hebben. We gaan... We hebben de dobbelsteen, zoals u weet, zoals de trouwe luisteraars weten, al een tijdje aan de wilgen gehangen. Komt ook een beetje omdat in het begin dobbelden we en had je wat verhalen achterhand. Maar nu ga je door de week vaak al denken, oh ja, dit wordt mijn verhaal van de podcast. Of, oh, hier moet ik het over gaan hebben, of er is me nou iets overkomen. Ja. En dus kwamen we ook gaandeweg door de afgelopen maanden tot de conclusie. Dat het meer gaat over wat heeft jou geïrriteerd, gefascineerd, geëmotioneerd. Dat we meer op die kernwoorden gaan zitten. Precies. En dat je daar je verhaal op hangt. Ja. Nou, de kernwoorden zijn bijvoorbeeld inderdaad inspiratie, irritatie, fascinatie, ongeloof, moedeloos en liefdevol. Nou, laten we gelijk eventjes een rondje... Ik ben geïnspireerd. Jij bent geïnspireerd? Ja, ik ben enorm geïnspireerd. En een klein tipje van de sluier? Een klein tipje. Ik doe een enorme tip. Ga door Arjen Edeveen. Oké. Arjen Edeveen. Alright. Inspiratie? Ja. Ik ben gefascineerd door een hele oude Amerikaans-Italiaanse filmmaker... Die weer enorm heeft toegeslagen en mij echt heeft weggeblazen. En ik vind het fascinerend dat hij het volhoudt. Mooi, ik ben ook gefascineerd, maar dat ben ik al heel lang door de geschiedenis. Ik heb iets gevonden, iets tastbaars uit de nog niet zo heel verre historie. En dat is zo leuk om weer te lezen. Maar goed, daar straks meer over. Okay. Eerst even een rondje langs de velden. Hoe is het met iedereen? En heeft iedereen nog nieuws? Is er nog gebeuren er nog dingen in jullie leven? Nieuws. Oh? Ik heb nieuws over jou. Daar kom ik zo op. Heftig nieuws. Dat nieuws heb ik van jou en geef ik jou weer terug. Oh. Dan ga ik mijn nieuws alvast eventjes deleten. Oké. Maar het is dus dry January. Waar we in zitten. De kutste maand van het jaar. Shout-out voor en naar Wilco Terwijn. Good old Wilco, de stand-up comedian die er vaak voorbij komt. De roaster. De whisky-deskundige. Ja, dat was hij. Want ik heb dus laatst weer een dagje met hem gedraaid. En hij drinkt dus... niet meer. Je gelooft het niet. Het is alsof Poetin zegt... Hier, ik hou niet van conflict situaties. Ja, precies. Hier zijn lelies. Ja, precies. Laten we die schilderen. Zo heftig is het. En het komt omdat hij een of andere vechtsport doet. En, Braziliaans worstelen of zo. Precies, ja. Hoe heet dat? Capoeira. Precies. En hij is daar opgegaan omdat het heel erg klonk als een cocktail. Oeh, dat wil ik wel. Oh, caprina. Mag ik capoeira met ijs? Maar wat het is natuurlijk met vechtsporten, denk ik, doe het zelf niet, dat een kater werkt nooit mee. En als degene die tegen je vecht fris is, dan leg je het af. Ja, eventjes nog die kegel misschien, als je in een klem zit. Oh,
dat iemand denkt van, oh, gadverdamme. Maar ja, dan is die wurggreep even sneller gezet. Ja, precies. Nee. Nee, dronken vechten helpt eigenlijk alleen als je met andere dronken mensen vecht. Dan, ja. Dan kan je een hele mooie precies. hoge staat ja, van precies. vechten. Dronken mensen die tegen elkaar vechten is prima. Ja. Maar één die, zeg maar, herstellen is van dronken zijn en anderen dus niet. Dat werkt niet, dat denk ik. Nee. Dat vul ik in. Maar in ieder geval is het, nee. Ik ben al maar een paar maanden. En het, waar ik het meest van walg, is het gemak. Kijk, als je nou zei, nou, ik vind het wel pittig hoor. Of ik mis het ja, wel. Ja, maar dat is maar hij zegt dan ook, nee. Hij zegt dan ook, nee. Ik drink helemaal niks meer. Alsof hij soms in het weekend 1-2 borreltjes. En als ik uit eten ga, een keer een flesje wijn. Nou, echt, schiet mij maar lek. Wilco, ik weet dat je een keer dit hoort. Oh nee, je hebt geen katers meer, dus je hoort het waarschijnlijk de volgende dag. Want je slaat er maar 4 uur. Je slaat maar 4 uur. Maar hij drinkt niet meer, maar hij drinkt wel. Nou, maar hij, ja. Nee, maar het is de gemak waarmee hij dan zegt. Nee, ik denk nog, ja, God, ik drink nog eens een keer een borreltje. Ja, daar heb ik moeite mee. Ja. Zeg dan, ik vind het heel moeilijk. Ik voel me eenzaam. Ik heb sombere gedachten. Ik slaap niet. Ik ben aan het afkicken geweest. Ik kan heel veel vrienden niet meer zien. Optreden gaat niet meer. Ik zweet spontaan. Precies. echt kletsnat. Terwijl ik zit. Ja. Maar nee hoor. Het is allemaal met. Het is eigenlijk gegaan zoals Jeroen van Koningsbrugge altijd stopt met roken. Ja. Oh, ik druk die peuk uit. En opeens was ik 3 maanden later, zei iemand, wil je een sigaret? Toen was ik vergeten dat ik... Rookte ik? Gelukkig blijft hij ook wel steeds roken tijdens dat stoppen. Ja, dat maakt het... Ja. Dat scheelt hoor. Ja. Dat maakt het overzichtelijk. Precies, maar godsamme. Dat doe ik ook hoor. Maar goed, dus shout-out Wilco, lekker niet drinken. Cool. En, is het lekker? Niet drinken? Ja, dry January, hij heeft gewoon een droge martini. Dat is het. Droge witte wijn. Ik zou ambassadeur willen worden voor overdag drinken. Dat je altijd met een glas wijn... Daydrinking. Ja. Kijk, heel veel mensen die melden, heel veel influencers die melden zich natuurlijk aan, die helpen dat met dat mee, hè, met dat dry January. Van ik doe het ook niet. En dat stoptober, word je ook voor betaald. Ja. Ik zou betaald willen worden om door te gaan. Ja, nou. Daydrinken. Ik denk dat D-Day. Ja. Daydrinker. D-Day. Daydrinking. Ja. Daydrinking. Weet je wie er goed in was? Prins Bernhard. En hoe oud is hij geworden? 116. Precies. 18 kinderen bij 9 verschillende vrouwen. Ja. Oliver Reed. En hij werd in een koets door het land gereden. En mensen zwaaiden. Ja. Precies. En hij had zijn eigen wijn altijd mee. Hoorde ik. Dat hij dus de sommelier met een klein kistje. Ja, precies. Dat hij niet alles door elkaar ging drinken. Ik moet er straat daar ook nog wat lintjes doen. Nou, en hij zei dus, als hij ergens ging eten of ging lunchen, zei hij, ja, maar dan moet je die wijn halen. Ja. Dan moesten die mensen die wijn in huis hebben. Ja. Dit is maar een voorbeeld van hoe succesvol drinken kan uitpakken. Ja. Een van de vele. Maar op de dag dat wij de drop is het 12 januari. Ja. Ja. Hoe kijk jij terug op de uitzending met Bo, met Lago di Bo? Ja. Nou, nee, het was dus niet Lago di Bo. Nee? Het was... Ik heb het nog niet gezien. Nee, ik ook niet. Nee. Want ik ga het morgen opnemen. Ja, precies. Jij gaat... Dat was inderdaad mijn nieuws van de dag. Wat houdt mij bezig? Ik ga morgen skiën. Ja? En dan zeg je, wat leuk. Ga lekker morgen skiën. Met wie? Wat leuk. Met wie? Nou, het klinkt als het begin van een mop. Bo van Air van Dorens, Maurice Stijn en Gordon lopen door de sneeuw. Ja, bam. Zegt Ruben Nicolai, mag ik in het midden lopen? Ja. Het is het begin van de mop. Maar we gaan het zien. Morgen mag ik naar het huis wat Bo heeft gehuurd in Italië, in de Dolomieten. En, waarschijnlijk een fantastisch huis. Dat denk ik ook, ja. Fantastisch huis. Want jij bent bij hem geweest in het zomerhuis. Ja, meer van Como. Ja. Como meer. Geweldig. Allemaal geweldig. Het enige is dat Como er de hele tijd een camera op je snuffert staat. Ja, wat precies. Je ook doet, waar je ook bent. Ja.
En ja. Dat Bo had mij beloofd dat dat heel erg mee zou vallen. Oh, dat zei hij bij mij ook. Ja. Dat hij veel even niet de hele tijd was. Nee, nee, nee. Bij mij was de hele tijd wel. Ah, ja. Het was heel veel. En ja, ook als je even alleen... It wears you out. Oh, hebben jullie nog een... Sorry, cameraman. Kun je mij even een nieuwe wc-rol geven? Want, nee, ik moet dit shot houden. Ik moet dit shot houden. Het papier is hierop. Nee, ik ben er niet. Fly on the strand. Fly on the wall. Maar zijn er nog vragen waarvan jullie denken... Ah, zou je die voor mij aan Gordon willen stellen... of zou je die voor mij aan Marie Stijn willen stellen? Nou ja, je gaat natuurlijk met Marie Stijn, hè? Ja. De voormalig trainer van Ajax. Ja. Die zijn werk niet kon en mocht afmaken. Nee. Van de club en van de media. Ja. Ik zou hem vragen... Had je niet gewild dat er meer ballen binnenkant paal er wel in waren gegaan? Ja. Zeg maar, de kerstboom met de punt naar voren. Ja. Was dat niet een optie geweest? Vraag hem hoeveel die gehad heeft. Hoeveel heb je meegekregen? Dat vind ik wel een redelijke vraag. Dat is leuk. En gaat het dan uitrekenen hoeveel dat per dag is? En hoeveel per punt? Dat is ook wel weer lachen. Hoeveel Ajax hem per punt betaald heeft? Oeh. Misschien heeft hij wel een ton per... Nou, nee. Nee, nee, misschien wel een kwart miljoen per punt of zo. dat zijn Champions League bedragen. Dat is wel leuk. Ja. En vraag aan Gordon. Wat hij wil drinken. Nee. Of hij nog verdere ambitie heeft met zijn filmcarrière. Want ik heb onlangs met hem samen in een film gespeeld. Ja. Ja, maar die vraag gaat te veel over jou. Eigenlijk ben je nu aan het... Nee. Jawel. Nee, want... Jawel. Jawel. Nou, ja. Je gaat niet aan Gordon vragen of hij nog gaat acteren. Hij is een zanger en entertainer. Nou, hij zingt niet heel veel meer, toch? Maar dat is dan de eerste vraag natuurlijk. Joh, laat mij lekker die vraag stellen. Hij vraagt aan mij, wat moet ik aan Gordon vragen? Nou ja, en dan ga jij mij... Ja, en dan zit hij daar in de Dolomieten op kosten van Bo. En dan zegt Bo, ik vond die vraag van Maurice ook wel leuk. Vond ik een geinige vraag. Maar die andere vraag, dat lijkt alsof daar iets, een soort verborgen agenda aan vast zit. Nee, oh joh, wat lul je. Hij is gaan acteren. Ja, nou, heb je nu vindt hij iemand, niet leuk? Of schrijf je die vraag op? Ja, ik schrijf die vraag op. Haha, klasse. Acteercarrière en wat je wilt drinken. Ja, nee, dat, wat je wilt drinken. Daar zit niet een stukje eigen belang achter. In hoeverre zou het jouw carrière schaden of helpen als je met Gordon in bed belandt? tijdens wel dat verblijf. Ja. En dat het ook een soort van besproken wordt. Ja, het is sowieso gefilmd. Het is al gefilmd. Ja. Dus het wordt besproken. Door de kijker. Ja. Die ziet... Nee, door Bo. Die zegt... Bo zit ernaast. Ja, maar dat is... Nee. Bo zit naast dit bed. Nee, maar die heeft de beelden gezien. Nee, maar het is niet... Nee, maar jongens. Laat het serieus. Oh, dat vind ik chique. Laat het heel even serieus houden. Ja. Het is gebeurd. En iedereen weet het. Ja, ja. En Bo die komt dan... Jullie liggen in bed. Ja, de volgende ochtend. Ja. Zo. En hij komt zo'n beetje zo, nou. Met zijn schalks, kort badjasje. Wat is hier gebeurd? Ja, een Italiaans badjasje. Ja, wat is hier gebeurd? Met Donald Duck. Ja, laat en drank en gezellig. En je weet hoe dat gaat. Dat is een beetje jullie antwoord. Denk je dat het... Zou het iets helpen? Zou het Gordon misschien meer op een wat serieuzere kaart zetten? Nee, dat denk ik niet. Zou jij Gordon er een dienst mee bewijzen? Dat weet ik niet. Dat kan me niet voorstellen. Je wordt toch, nee, maar je wordt enorm... Hij wordt dan met jou geassocieerd ook. Mm-hmm. Hij vindt het leuk. Hij kan zoiets ook... Er vanuitgaande. Hij kan zoiets gebruiken. Even lossen of je het wil. Nee, tuurlijk. Dat heeft er niks mee te maken in deze. Nou... In deze fase heeft dat nog... Wie weet, wil die wel met je trouwen? En wordt het een programma? Nou, ja. Dat zou het jullie allebei enorm helpen. Het is nou allemaal wat ver gezocht, hoor. Ja. Nee, maar wel heel leuk. Met Bo lekker de sneeuw in. Ja. Lekker over voetbal praten, dingen neerzetten. Zo zeg je, maar je had dit moeten doen tegen Marseille. Ja. Waarom speel je die met zijn kont Ik moest hier? Van Tijl. Bobby. Ja.
Laat mij er even buiten. Ja, precies. Nee, bedoel, precies. Ik hoef niet daar een rol verder. Het is jouw programma. Ik ga niet dat allemaal nog... Nog invullen. invullen. En met Gordon, nou ja, ik ben serieus benieuwd. Want ja. Hij heeft natuurlijk wel wat te vertellen. Ja. Leuk hoor. Het Zellig. Is vandaag 5 dagen geleden uitgezonden. Dus kun je nagaan. Dus mensen die... Dit horen. Die zeggen dat allemaal is uitgekomen, is Hè? Krankzinnig. Dat is krankzinnig. En Gordon ging even een stuk, een monoloog. Die had hij voorbereid, bleek. En dat ging over in een huwelijksaanzoek. Maar welke film heb jij met hem gedaan, net? Yamas. Die moet nog komen. Een vlogger, die krijgt een film. En die gaat er op vakantie. En wij spelen zijn vaders. Wij zijn een heel gezellig stel. Ah, dat was echt een superleuke dag. Ja. Ja. Echt zo ontzettend gelachen. De hele dag door. En ja, Gordon die neemt het acteren nog niet zo serieus. Wat ook wel weer heel leuk is. Want kan gewoon midden in een take, als hij een woordgrap heeft. Ja. Ja. Laat hij hem niet liggen. Laat hem niet liggen. Maar als je joke de La Tourette hebt... Nou, ik heb het, maar... Nee, maar hij is echt ik patiënt. Ben nog enigszins ja, professioneel. Ja, ja. Als er gefilmd wordt en er staat... Ja, je hebt gewoon tekst geleerd. Dus ik zei, it depends. Ik was aan de telefoon. Slim. It depends. Ja, depends. Hop, vinger in mijn buik. Oh, pens. Depends. Ja. Wauw. Hé, maar dit is... Nee, het is net een andere insteek, waardoor je toch altijd weer verrast bent. Ja, ja, ja. Ja, ja je denkt independent slip, denk je. Ja, lach hoor. Ja, denk je. Maar dan krijg je hem zo... Pens, paat. Krijg je een vinger in je navel. Ja, en als je geluk hebt. En Bo zit ernaast. In een badje. Ja. Wat gebeurt er nou met die vinger? Nee. Nee, maar je moet gewoon... je grens aangeven. Dat is heel belangrijk. Dat is belangrijk. Gewoon zeggen. Ja. Wij speelden een stel. Ja. En hij was heel lief. Hij was heel zacht. Kwam lekker bij me liggen op de bank en zo. Het was helemaal zo slecht nog niet. Hoor. Nee, daarom. Oké. Okay. Dus... Ja, ik wou zeggen, ik ben heel benieuwd. Maar ja, als mensen dit horen, is het al op tv geweest. Dus ik was heel benieuwd. De night vision goggle beelden gezien. Big Brother laken. Overal hangen camera's. Maurice? Nee, het maakt niet, ik kan wel zeggen, je gooit je eigen glaas in, maar je bent toch geweest. Precies. Dus dat maakt niet zoveel uit. Ik gooide. Maar wat ging mijn eigen glazen in. Wat wel kan, wat nog wel kan. Ja, auto. In deze, wat nog wel kon. Nee. Wat toch nee, had dat, nee, dat kan nu nog. Really? Dat het heel leuk is. Ja? En heel dierbaar. Ja. En dat jullie alle drie, en Bo ook een beetje, heel close worden. En misschien ook wel bijvoorbeeld een timeshare appartement nemen in Assen. Een podcast. In Assen. Alleen. Oh, nou ja, omdat daar de markt goed is ja, en weet ik veel. Tuurlijk. Het ligt centraal, ik weet het niet. Ik bedoel, ik was er niet bij. Ik was er niet bij. Maar dat Maurice en Gordon op weg naar Assen, want die zijn bezig met een keukentje, dit horen en denken, nou, zo leuk ging jij er niet in. En nu zie ik de vriendschap in een heel ander licht. Ja, ja. Dus het zou nog kunnen backfire. Vanaf nu allemaal goed. En dat iets wat nu gebeurt... Ja. Over een dag of 10 helemaal je nadeel is. Het frontfired. Daarom. Het is dus niet voor toek. Nee. De toek. En dan dus ga je zeg gooien. Nu ook nog iets, weet je. Ik heb er zoveel zin in. Ik heb er heel veel zin in om die jongens te leren kennen. Mooi. Mooi. Op een manier dat ik ze nog niet ken. Bam. Nee. Ja. Nee, maar dan moet je het lachje niet doen. Nee, weet ik. Dat helpt dan niet. Dat is er bij deze uit. Ik zie dan toch weer dat appartement nee, in Assen. Nee, maar jij kan Gordon leren kennen op een manier die jij niet kent. Oké. Okay. Interessant. Heel benieuwd. Ja, ik had nog een rectificatie. Ah. En echt wel een oude, maar ik dacht van, ja, weet je, als comedians worden we ook op de vingers getikt. Van, niet oké. Niet oké.
Ik heb ooit, en dat heb ik het echt over, ja, 2000 denk ik, of 99 zelfs, een sketch gedaan en nog, toen nog live opgenomen. Ja. Met Horace Cohen. Ja. Een sketch gedaan over de handbalkeepercoach. Ik keek wel eens, zag je wel eens handbal voorbij komen op, ja, op Studio Sport. En dan dacht je, wat sta je te doen, man? Het is echt... Golf verkleinen. Ja, zeker. Maar dat is het enige wat ze doen. Is dat je denkt van, ik bedoel, er wordt gesprongen. Ja. En dan komen ze die cirkel in. Dus ja. Eigenlijk gooien ze mensen op hun allerhardst vanaf 2 meter. Soms vanaf 1,5 meter. Yep. Op je goaltje. Ja. Ja. En dan moet je dus met je armen en je benen gaan zwaaien. Ja. En hopen. Dat je iets raakt. Ja, of dat je niet geraakt wordt. Want ja, ja, ze gooien hard, hoor. Ze gooien hard. Vol in het volgens gezicht mij is dat... En dan wordt er voor je geklapt. Ja! Je neus. Ja, ja. Klasse, man. Je had hem. Maar het was, eigenlijk was het basically puur toeval allemaal. Wat die keepers doen. Vond ik. Dat is bij deze gerechtificeerd. Want... Nee, luister. Goed dat we dat weten. Want ik dacht dat het echt skill was. Nou, waar gaan we? Nee, maar het is dus... Ik zag dus Yara ten Holte, handbalkiepster. Ik heb echt... Daarom, ik moet het terugnemen. Want ik heb een hele sketch gemaakt over dat ik een handbalkeeper was. Nou ja, en dat Horace mijn coach was. En weet je, grappig, haha. En dan ging hij me trainen. Nou, dan werd het niet 35-0, maar... 33, weet je wel. Ik bedoel, en het was allemaal puur toeval. En mensen gooiden gewoon keihard ballen op je. Op mij in dit geval. En ik was blij als ze me raakten, weet je wel. Maar ik zag die Yara. Dat is gewoon een katachtig mens. Die stopte de ene naar de ander. En bewust, ja, een soort karate trappen deed ze. Het was echt indrukwekkend om naar te kijken. Toen dacht ik, oh. You sit corrected. Ik heb hier dan toch eventjes iets te rectificeren als comedian. Want ik zat er helemaal naast. Yara heeft het me laten zien. Het is ongelooflijk. Bam. Ja. Nou, dus, mooi. It takes a big man om zijn fouten toe te geven. Ruben van der Meer. Let the record show. Je bent een groot mens. Die handbalkeepers. Die doen niet maar wat. Nee. Die zijn... En dat heeft Yara mij laten zien. Bam. Well done, Yara. Shout-out. Voordat we beginnen, een klein nieuw rubriekje. Dat is de vraag van de luisteraar. Ja, omdat we hem natuurlijk nu pas voor het eerst uitzenden, ja. Is er nog niet op gereageerd. Nee. En dat kan vanaf... Nee, dat kan pas na het verzoek. Precies, dat kan pas na aanleiding van dit verzoek. Dus heb je een leuke vraag, stuur hem in. Bijvoorbeeld, ik heb wel een voorbeeldvraag van een luisteraar. Oh. Bijvoorbeeld, want er is een vriend van mij, die kijkt wel eens porno. Oh. Mm-hmm. Ja. En die verbaast zich over de algoritmes van de reclames. Oh ja. Want die vriend van mij die kijkt dus wel eens porno en dan staat er naast in beeld best vaak oma wil een lul. Ja. En die vriend van mij die snapt niet waarom hij de hele tijd die advertenties te zien krijgt. Ja, maar ja. Want hij heeft dat nog nooit aangezet, nou, weet ik dan toevallig. Nee, maar... Hoe eerlijk is die vriend tegen zichzelf? Nou, toen hij nog bij Ajax zat. Of nee. nee, maar deze vriend, hoe zou je hem omschrijven als iemand die eigenlijk wel weet hoe het zit, maar dan nog een beetje de laatste... Hier heeft hij echt vragen. Achterhoede gevechten. Nee, hier heeft die hij echt krijgt ongevraagd over. Oma wil een lul. Dat is de advertentie die naast... De video verschijnt die hij heeft uitgekozen dan. Terwijl hij verwacht... Kies je dan MILF? Kies jouw vriend dan MILF? Hij kiest heel vaak... Nou ja, daar gaat het niet om. Nee, daar gaat het dus wel om. Nee, dat kiest hij dus niet. Nee, hij zou eerder advertenties verwachten als... jonge meiden willen trio. Nou, dat zou hij... Ja, ik zou het bij hem moeten checken. Maar ik denk dat hij dat hij daarvan zegt ja. Ja. Dat snap ik wel. Dat zou dat correspondeert vinden. Beter met wat hij de hele tijd opzoekt. Ik denk persoonlijk dat het hiermee te maken heeft. Mm-hmm. Seks. En nou hebben we hier, moet ik heel even zeggen, we hebben hier de ambassadeur van Pornhub. Jij bent de eerste
De voorzitter van D-Masturbation. Erectoraat. Jij bent de erectus magnificus van de porno-industrie. Nee, maar... Nee, Pornhub heeft jou gevraagd om... als er een, weet je, wat sommige mensen met klimaat hebben... Ja. Weet je, als dat onderwerp te sprake komt, dan porno. Zit hij in gauw in dat bakje. Porno-activist. Ja. Oh, ik heb ook een liedje bij hun ingediend. Je hebt je ook vast gelijmd aan de tafel. Een leuk met zijn zak. Feestelijk liedje. Hup, porn, hup. Bam. Hup, porno, hup. Laat die lul niet in zijn hupje staan. Oh god. Maar... Ja. Dit begon uit met een leuke rubriek, weet je. Nou ja, vragen. Vragen van een luisteraar. Ik voel me toch meegezogen in jullie internetgeschiedenis. Meegezogen. Nou, je laat je maar al te graag meezuigen in deze. Valt mij. Als we dit terugluisteren... Toch is dat minder erg dan meeroken. Ja. Dus roken is echt een gevaarlijke verslaving. Ja. Ja. Want dat is slecht voor je longen. Ik heb nog nooit... Maar meegezogen geworden. Really? Aan tafel van Ruud van der Meer, ambassadeur van Cocktober. Oké. Nou, nog een keer een poging. Kijk, voor drugs zie je ook nooit echt reclame. Nee. Maar voor seks zie je eigenlijk zelden reclame. Ja. Snap je? Ja. Dus waarom zou er reclame gemaakt moeten worden voor seks? Want mensen gaan toch wel googlen en hop, nee, dat is waar. Maar die vriend van Ruben. Nee, maar luister. Ja. Maar ja, die oma's zijn binnen de seks dus blijkbaar iets minder populair. En dan moet dus je daar die hebben een klein duwtje in de rug nodig. Duwtje in de rug. En die willen, nou ja, wat zei je? Oma wil een lul? Ja. Nou ja. Dat zag die vriend. Dus dat je dan zit van, oké, wat is weer, wat heb ik nu weer voor iets heerlijk van het menu uitgekozen? Op een bedje van Auping. Maar dan staat daarnaast, wacht even. Op een bedje van steunmatras. Dat kan ook. Oma wil ook een lul. Ja, tuurlijk. En dan ken je dat spreekwoord, incontinent maakt onbemind. onbekend maakt onbemind. Incontinent maakt op een min. We hebben het kort volgehouden, lieve luisteraars, in het nieuwe jaar. We hadden zoveel goede hoop om het met het nieuwe format echt naar een nieuw niveau te tillen. Dat is niet gelukt. Nee, zelfs Jan de Hoop zou hier vast gaan aanschuiven. Nou goed, heeft u vragen, maar misschien van een andere aard, dan zijn ze ook helemaal oké. Daar zijn wij benieuwd naar. En die gaan wij dan proberen te behandelen. Precies. Precies. Nou, heer. De mensen te helpen. Nou, deze is ook helemaal... fictievraag. Ja. Heel veel groeten aan je vriend. Ja. Vriend. Oh, ja. Dank je. En klik gewoon eens. Kijk wat leidt. Waar naartoe leidt. Nou ja, maar mijn vriend is dus bang dat als hij dat doet, dat hij dan nog meer... Ja, dat hij en dat er dan dat, misschien wel mensen aan de deur komen. Dat de doos van Pandora open gaat. De stoffige doos. Ja. Wat u niet ziet, lieve luisteraar, is dat niemand van onze crew nog moet lachen. Die zijn ontlacht. Die walgen. Ja, precies. Die walgen. Nee, dat is maar die hebben nog grenzen op de werkvloer. Die hebben nog grenzen. Hebben wij niet meer. In het begin lachen ze altijd nog. En nu denken ze, het is zo... We hebben een ander onderdeeltje in ons nieuwe format. Deze 2000, jaar des heren 2024. Na de vraag van de luisteraar hebben we ook altijd een quote. Leek het mij wel toepasselijk om een succesquote erbij te pakken. En nog wel een goede vraag voor de quote. Waar zullen we hem plaatsen? Dus we hebben de vraag een beetje in het midden. En zullen we hem afsluiten? Met de quote. Dat je als luisteraar dat je iets dat je denkt, daar ga ik wat mee doen. Okay, daar cool. Heb ik wat aan. Nou, dan heb ik een of twee succesquotes die je bam met succes het nieuwe jaar injagen met succes. Ik heb
een magazine gevonden. Ik heb echt voor de komende tijd, ik heb wel 500 quotes. Niet normaal. Heel slecht als grap, sorry. Ja, want ik, ook al wil ik hem begrijpen... Ja? Probeer ik de constructie te... Te reconstrueren. Ja, ik heb, ja. Maar goed. Magazine, nou ja, goed. Ja, laten we verder gaan. Inspiratie. Ruben, wat heeft jou geïnspireerd? Geïnspireerd. Nou, inmiddels is LOL Laughing, Last One Laughing uitgebreid te zien op Prime. Ik zit ook in het tweede seizoen, maar de verrassing was natuurlijk wie meedeed: Arjan Ederveen. De Arjan Ederveen. Theo en Thea, creatief met Kirk, 30 minuten. Ja, ja, al die briljante. Martin's reviews. Ja. Oh. Nu, ja, doet hij gewoon bij Vlogmania ook weer. Dat is het hem. Het is gewoon zo inspirerend om te zien hoe goed hij nog steeds is. En echt, echt briljant. Ik bedoel, Theo en Thea was echt wel een beetje uit de losse pols, voelde het altijd. En ik weet niet of jij er veel hebt gekeken. Ja, dat heeft iets van mij, een stage meegekregen. Maar wij gaan het eigenlijk halen. Ja, precies. Dat was bij Villa Achterwerk natuurlijk, bij de VPRO. Een leuk duo met Tosca Nietering. En met wie die dus ook nog creatief met Kirk en zo. En creatief met Kirk was ook zo goed. Zat het al in elkaar, dan werd het echt al veel, veel meer details en zo. En, maar het leek nog steeds zoveel uit de losse pols. Maar ik deed dus... hij deed dus ook mee met LOL en iedereen was wel echt in awe van hem. Dat is ook wel tof om te zien, want het is toch echt wel een levende legende. Ja. En, maar dan moet je het ook nog waarmaken natuurlijk. En we moesten dus allemaal acts gaan doen. En hij ging een act doen en iedereen was echt bang, want het was verboden om te lachen. Ja. Ja. En hij komt op en hij doet gewoon weer eigenlijk als vanouds, zoals hij kan doen, met niks. Een soort creatief met Kirk was het. Hij had een kledingrekje met kleerhangers en hij was, hij wilde al nu met zijn pensioen popperspeler worden. En hij had vertelde dat hij geprobeerd had poppen te maken van papier maché. Maar door de vochtigheid van zijn kelder was dat, raakte de poppen nooit af, want die zakte in elkaar. En toen had hij bedacht, ik moet iets gaan doen met waardeloze spullen die weer een nieuwe functie geven. En daarmee, maar ja, hij had gewoon troep uit de vuilnisbak. Maar een groot pak melk en een klein pakje melk. En dat waren moeder en zoon en een pakje Shiba, half uitgegeten. Was de kat. Maar de kat had een identiteitscrisis. Want de kat zei... Woef! Die moest dan... Maar dan gaat hij ook met het hele gezin en de kat naar de psychiater. En dat is dan... Het was zo super droog. En het was echt een maatschappijkritisch verhaal wat hij had. Maar gewoon met kleerhangers, met touwtjes en troep. En denk je, ja, dit heeft hij gewoon eventjes hup, in elkaar geflanst en dat doet het eventjes. Maar het was zo grappig. En je mag dus niet lachen. Dus ik dacht, oh, probeer te focussen op iets anders. Kijk weg. Kijk ergens anders naartoe, maar je moet toch een beetje die kant op blijven kijken. Je kan niet de hele tijd naar het plafond. Dus ik dacht, ik ga gewoon kijken naar zijn outfit. En ik keek toevallig in zijn kruis. En toen dacht ik, en toen moest ik... Ik zag het terug, ik sta op en loop weg. Want ik dacht, oké, ik ga gewoon maar niet luisteren. En ik kijk gewoon naar zijn kleding. En ik ga zijn shirt af, had zijn broek heel hoog opgetrokken. En toen had hij één knoopje. Zo. Dat je knoop van je gulp. Ja. En dat randje erachter. En dat zag er zo... Ja... ontzettend lullig uit. En dan denk je, dit heeft hij gewoon... Hij doet het erom. Zelfs dat detail heeft hij nog... Oh ja, wacht even. En dan doe ik nog even. De knoop. En dan zie je toch gewoon...
Hij is 67. Oh ja, nog even dit detail. Bam. Dit maakt het af. Dit is seal the deal. Ja. Nou, en als je dat soort details werkt, dan weet je dat al die details van het pakje melk en hoe die het geknoopt heeft en hoe die het doet. Daar heeft hij allemaal over nagedacht. Het was gewoon echt briljant. En wat het mooie was, is toen we de persdag hadden, toen kwamen alle influencers naar de viewing. Ja. Want influencers zijn ook pers. En dat is toch... toen kwamen twee generaties samen. Influencers, die heb je ook echt wel mensen die wat kunnen. Maar veel gaat ook om hoeveel volgers je hebt versus Arjen Edeveen, die gewoon echt briljant is. En wij moesten dus, we gingen met z'n allen kijken. Daarna, met de influencers gingen we dan, ja, wat ga je doen? Een feestje. Maar er moeten wel geïnfluenced worden, dus er moeten filmpjes gemaakt worden. Dus wij moesten als kandidaten allemaal dingen doen die we in het huis hadden gedaan, wat ze hadden gezien. Bram Krikke ging fietsen en ik ging hem op een home trainer en dan moesten we dingen op hem afgooien met een windmachine. Ze mochten de influencers daarop. Jelke van Hout was tosti's aan het bakken in de uitzending. Dus die ging daar tosti's maken met Rick Paul van Mulligan. En die deed dit, die deed dat. Arjen Edeveen had in de afleveringen ging hij schilderen, portretten maken. Hij heeft ook nog een portret van mij gemaakt, maar uitgeknipt. Het is, ja, ik lijk wel Despicable Me. Het is echt super grappig. Maar die ging daar dus schilderen. En mensen, ook die influencers schilderen en dingen. En nou, je raadt het niet, het is gewoon... Als laatste bleef daar de meute. En daar bleef gefilmd. En dat, bij dat fietsen liep langzaam leeg. En niemand wilde een tosti. En Arjen Edeveen stond gewoon in zijn eentje te shinen, te schilderen. En het werden gewoon ook nog mooie schilderijen. En een totaal bizarre situatie. En die hele jonge meute van influencers, die hebben hem helemaal omarmd. En die hadden namelijk echt gewoon tijdens die aflevering ook, dat hij die act deed, zaten ze keihard te lachen. En het was gewoon schitterend om te zien. En dacht ik, zo wil ik oud worden. Dat, ja. Ja, ja, ja. Dat je nog steeds, als je dan ergens opkomt en een publiek gaat meedoen, kan winnen. En er gewoon dit publiek weer voor je wint. Het was schitterend. Er stonden alleen maar mensen zo. En hij was gewoon zijn eigen ding aan het doen. Hij had gewoon een kwast ook met een edding met papiertape. Maar dan kon hij in ieder geval van een afstandje met een edding. En hij had een baret op natuurlijk. Tuurlijk. En dan ging hij ook met papier-maché. En dan dacht hij, gooit hij nou een prop? Nou, daar zat gewoon een jongen en dan dacht hij, jij krijgt van mij een tutu aan van papier-maché. Het was geweldig. Dus dat was mijn inspirerende... Ja, dat kan me voorstellen. Ja. Het is toch grappig dat zij bij Creatief met Kurk heten zij Peter en Ellen. Ja. En hoe heet onze directie nu? Sven en Marco. Nou, dat was leuker geweest, had ze gezegd Peter en Ellen. Ik probeer het dan nog, omdat het... Niet nog leuker te maken. Ja, nog leuker. Dat is wat dat is het nieuwe motto. Nog leuker. Helaas. Nou, is het niet gelukt? Het is niet is het in jouw ogen niet gelukt? Leuk was Peter. Hij heette Peter van de Poot. Peter van de Poot. Peter van de Poot. Poot met een D. Maar het grappige is in Amsterdam. Nou, Ellen. Zei dat gewoon. Oh, dus jij bent van de Poot. Over homoseksualiteit. Oh, jij bent van de Poot. En dat hij dacht van, oh, dat vind ik leuk. Iemand die heet van de Poot. Maar hij heeft dan wel een vriendin. Hij heeft wel een vriendin, maar je weet... En die heeft een kale poes. Ja, die heeft een kale poes. Anneloes heet hij. Anneloes. Anneloes, ze heeft een kale poes. Kale poes. Maar die beplakt ze met haar. Maar je merkt aan alles, hoe die praat over die relatie, nee. Dat van de Poot heel erg... zeker. erg klopt. Zeker, ja. Nou, dat is toch geniaal bedacht. Kabouter prikkenbrak. Ja. Ja. Een kabouter en die klimt in iemand. Is iemand zijn aars? Ja, legendarisch is het. Om polypen weg te hakken. Oh, dat la 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 la. La la, dan zie je met een bijltje. Maar eerst die muts. Ja, eerst die puntmuts. Dat was in die billen. Dan die aars in. En dan is hij met een lampje op zijn helm of op zijn puntmuts. Of had hij een olielampje?
Ja, maar echt, dat is wel het, het geweldige, vind ik. Weet je, ik was altijd zo fan. Hij is ook met, begonnen met Kees Prins. Toen waren ze de duo's. Oh ja. Ja. De en, duo's. Ja, en zij met z'n tweeën zijn wel twee acteurs, comedians, hoe moet je het zeggen. In ieder geval, dat ze, als zij een typetje spelen, dat het wel een soort van naar een hoger level wordt getild. Dat je ook op een gegeven moment... Had je met Kees Prins namelijk ook... Lieve Prins, hier ook. Ja, 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 ja. En dan ja, zit je eerst te lachen. Ja. Wat een kneus. En op een gegeven moment krijg je gewoon een brok in je keel hoe die het speelt. Ja, ja. Oh man, ik heb echt met deze man te doen. Lieve Capriccio. Toen ik vanmorgen wakker werd, stapte ik direct in een natte plas. Het was het omgevallen blikje bier van de avond ervoor. Het is zo... Ja. Ja. Depressief. Fuck. Ja, precies. En dat die gave heeft Arjen Edeveen ook. Ja, precies. Niet alleen een gek stemmetje, maar het is echt een karakter. Toen hij die Junk speelde bijvoorbeeld, 30 minuten, ja, een dat van is de vele. Echt, dat is, maar dat is echt goed. Oh, dat is echt man. Goed, ja. Dat eerst, dat is hij zo, zo gehaast en geïrriteerd en boos en ba ba ba. Met ruzie met iedereen. En dat, dat snelle loopje zoals die Junks kunnen hebben. Want dan moeten ze metadon hebben en naalden, dit en dat. En dan heeft hij een shot gezet en is hij... Hey, ik vind jou zo... Dan zit hij met zo'n maatschappelijk werk. Ja, ja, ja. Jij bent zo tof. En dat is helemaal oké. Okay. Een van zijn beste dingen, ja. 30 minuten. Ja. Oh. Ja, 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 ja. Dus, ja. Mooi. Wat ik ga vertellen sluit er een beetje op aan. Het heeft mij gefascineerd. Fascinatie. Ik heb namelijk de nieuwste Martin Scorsese gezien. Killers of the Flower Moon. Wat een geweldige film is ja? dat. Wat is niet normaal, een geweldige film is dat. 3,5 uur. Ja. Ja. Hij wordt dit jaar op 17 november 82. Zo. 82. Ja. Waar je de energie en de moed en de puf vandaan haalt. Wat is hij nu goed bij? Mijn vader is 83. Ja. Kun je voorstellen dat jouw vader deze film... Nou, dat bedoel ik. Produceert, schrijft, regisseert. Krankzinnig. Nee, ja, nee. Het is... ja. Wanneer heb jij hem nog in de bioscoop gezien? Ja. Oké, okay, ja, ja. Ik kon hem weer lekker gewoon in de thuisbioscoop bestellen. Dat vind ik zo heerlijk in deze tijd. Vroeger moet je wachten en wachten. Nee, draait nog in. Hij draait nog in één bioscoop in Venlo. En dan, ja. En dan gaat hij naar de videotheek. En dan komt ooit een keer bij jou thuis gewoon on demand wanneer jij wil. Maar nu is dat gewoon zo. Je klikt hem aan. Ja. 20 piek, maar toch. Ja, jeetje, wat heb ik ervan genoten. Ik vond de vorige film, The Irishman, die naar Netflix kwam. Toen dacht ik, oh ja, dit is hoe het gaat worden. Ja. Ook grote regisseurs, à la Scorsese en misschien ook wel Tarantino en noem ze maar op. Dat gaat allemaal rechtstreeks naar de streamers. Dat is het toch niet geworden. Dit was echt weer echt een bioscoop. Kraker. Ja. Ja. Maar die dan toch vrij snel lekker thuis kan kijken. En De Niro was natuurlijk altijd zijn muze. Taxi Driver, King of Comedy... Casino, Goodfellas. En hij is later overgestapt, Scorsese, op DiCaprio. The Aviator, Departed, Gangs of New York, Shutter's Island. En nu... Wolf of Wall Street. Wolf of Wall Street. En nu De Niro en DiCaprio in één film. Is toch echt genieten, hè? En het is lang geleden dat ik benieuwd was en uitkeek naar een film en die het haalde. Ja, die dat. Want de Irishman had ik dat ook. Precies. Maar... Oh, denk, oh, dat wordt leuk. De Niro en El Pacino. El Pacino erbij, ja, precies. Oh, dat wordt genieten. Ja, vooral dat geanimeerde, dat jonger maken van De Niro. Dat was toch wel, ja. Je neemt ook een stand in af en toe of zo. Hij moest 30 lijken, maar ja, hij loopt gewoon als een man van 70. Nee, nou ja, en De Niro is inmiddels ook 81. Nee, precies. En toen was hij waarschijnlijk 77. Ja, precies. Maar toen dacht je wel van, nou ja, dit nieuwe Scorsese toen met de Irishman. Ja, oké. Een film die ik niet onmiddellijk nog een keer zou willen zien. Hier had ik dat gelijk weer. Wat
En een krankzinnig verhaal ook. Dat verhaal is bizar, hè? Nee, want je denkt, de Killers of the Flower Moon... Ja, en daarom... Moon, waar zou in godsnaam over gaan? Nou, we gaan naar het jaar ongeveer 1920. Het begint met een Indianenceremonie. En vooral met de conclusie dat het allemaal voorbij voor ze is. En dan snij je vrij snel naar Indianen die dansen in de olie die uit de grond spuit. En dan heb je het gevoel alsof er een parodie start. Dat je denkt, oh, dit is een fantasiefilm. Oh, het is een parodie. Ja, oh, op wat had kunnen gebeuren met Indianen. Maar het is echt gebeurd. Dan zie je Indianen met hele dure auto's. Indianen golven. Hey. Indianen met een vliegtuig. Heel goed gekleed. Ja. Het is een stam die op een olieveld... Op een reservaat worden gezet. Van hier gaan jullie nu zitten. Ja. Ja. En dit is nu van jullie. En daar is olie. Olie. En ze worden steenrijk, maar ze hebben natuurlijk, ze kennen de waarde niet. Dus dan zie je beelden als een autoverkoper die op zijn knieën ligt. Oh, mijn kind heeft astma. Alsjeblieft, koop het. Oké, die kleur wil ik. Maar dan een auto kopen voor, zeg maar, alsof je een Ferrari koopt, terwijl je alsof je een roos koopt van iemand van straat. En al die Indianen hebben dus olie, concessies, dus rechten. Ja. En daar komen wagonladingen witte op af. Die komen daar werken, maar vooral ook proberen met Indianen vrouwen te trouwen. Dit is allemaal waar, dit is allemaal echt gebeurd. Nou, het is een boek. En daarom dat ik het wist al hoe het was. Sally, want ik lees minder, maar Sally is een mijn vriendin is een leesmachine. Ja. En die had dit toen een keer gelezen en zo kort. Die zat de hele ding in, geloof je niet. Nee. En die zat me dat en toen ik hoorde van, oh, Scorsese is met dit boek bezig. Wat jij toen gelezen had, dit wordt waanzinnig. En die Indianen, hoe zij ook hun geld wordt beheerd, bijvoorbeeld. Ze hebben al dat geld, maar ze hebben wel een bewindvoerder. Ja. Dus ze moeten wel naar de bank met een bewindvoerder om er iets mee te doen. Ja, en die gaat ook adviseren. Als zij iets doen, wordt het gelijk super duur. Ja. Dus een begrafenis, heel duur. Ja. Maal 100. En al die vrouwen, die krijgen een witte man. Die ze gaat vermoorden. Ja. Want dat is de stam, is de Flower Moon. En dit gaat over gewoon, genocide. Ja. Dus ze wonen allemaal in één samenleving met elkaar. En de een naar de andere wordt vermoord. En er wordt gewoon geen onderzoek naar gedaan. Want iedereen weet hoe het zit. En zelfs de Indianen weten hoe het zit. Ze weten hoe het zit. En niemand kan er wat tegen doen. Wat vreselijk. Ja. Het is een bizarre film. Dat je denkt, maar dit kan toch niet? Je verzint het niet. Nee, precies. Verzint het niet. En ze hebben ook nog, al die Indianen hebben ook nog suikerziekte. Want die eten allemaal, zoals ze het zeggen, wittemans voedsel. Ja. Ze zijn in de 20e eeuw terechtgekomen vanuit een tipi. Het is krankzinnig. Insuline komt net op. Dus dat moet je nemen. Het is geweldig verfilmd. Het is echt een instant klassieker. Ja, echt. En ik vind het fascinerend. Zeg maar, om aan te sluiten bij jou. Een hoop moed geven. Dat je denkt, jeetje, dat je op je 81ste nog zo'n film voor elkaar krijgt. Ja. En we gaan niet spoileren, maar het einde. Joh. Was goed bedacht, hè? Dat is geniaal. Ja. Nee, dit is een hele mooie manier van niet spoilen en wel teasen. Ja, absoluut. Nee, dat einde. Dat is namelijk het is niet bedacht, want het verhaal is het verhaal. Maar de vorm was echt supergoed. Echt onwijs goed. Nou ja, en nogmaals, De Niro en Leonardo DiCaprio in één film. Ja. En wat is Leonardo DiCaprio goed ook weer. Ja, goed. Yes. Ik zou er niet in me staan, denk ik dan. Als ik zou een potje met jou mee... George Michael timbre? Ik zou mee kunnen acteren. Ja, zeker. Maar ook omdat zij zou goed zijn. River was deep. Je resoneert gewoon mee in zo'n film. Lekker. Lekker mee resoneren. Ja. Nou. Ja.
Heb jij een hond opgesloten opeens? Ja, dat is mijn waakhond. Killers of the Flower Moon. Ja. 3,5 uur. Maar genieten. Ja. Nou, ik ga hem zeker aanzetten. Nou, dan heb ik ook nog eventjes. Fascinatie. Mijn fascinatie, die ook wel overging in liefdevol. Ik ben gek op geschiedenis. Vind ik altijd leuk. Altijd leuk. Maar de recente geschiedenis vond ik onlangs bij neef Louis. Neef Louis, lieve luisteraars, is een hartstikke leuke tip voor je zondagmiddag. Mm-hmm. Kennen jullie de winkel, neef Louis? Ja, wel van gehoord. In Noord zit hij, maar volgens mij zit hij nog wel op meer plekken. Maar in ieder geval, hij zit in Noord. En het is een gigantische loods met allemaal tweedehands spullen. Je koopt daar spiegels, stoelen, tafel. Nou, alles hebben ze daar. En ze hebben daar ook. En daarnaast kan je dan bij waar genoegen kan je dan appeltaart halen. Want dat is dan de lekkerste. Ik vind het altijd overdreven als mensen zeggen, de lekkerste van de stad. Ja. De beste van de stad. Oh, dit is de beste pannenkoek. Hier kun je de lekkerste koffie halen. Ja. Dat is niet waar. Het is gewoon niet waar. Dat zit in Elf. Met Will Ferrell. Ja. Dan komt hij langs een restaurant. What? En daar staat world's met die neon letters World's Best Cup of Coffee. Ja. En dan loopt hij naar binnen. You did it! You did Congratulations! Wow! The world's best cup of coffee. Well done, everybody. Maar goed. Neef Louis heet het. En daar hebben ze nu iets nieuws. Tenminste, dat zag ik voor het eerst. Daar, want ik maak daar wel eens een rondje. Het is gewoon heerlijk om daar een beetje doorheen te snuffelen. En toen zag ik een oude panorama uit het jaar 1980. Ik heb voor jullie ook een oud exemplaar gekocht. Ik zal het straks aan jullie overhandigen. Maar deze, ja, ik sloeg hem open en ik dacht bij alles. Even de voorkant. Even de voorkant, neem ik kwalijk. Niet zo snel. Kijk eens, vrolijk kerstfeest. Met een décolleté. Ho, ho, ho. Wie was Jezus echt? Aparte bijlagen van 16 pagina's. Ja. Fotoreportage Ghetto in Nederland. Ja. Met wie zou u willen stappen? Wieteke, Patty of Martine? Een grappige enquête. Nou, dan komen we zo. Oh. Ja, we hebben veel te kort hiervoor, maar dat is niet erg. Op bladzijde 1 staat een reclame voor Jägermeister. Ik drink Jägermeister, zegt deze mevrouw. Ah, ja, dat was... Lekker gek uiterlijk. Ja. Ik drink Jägermeister omdat ik het oude telefoonnummer heb van Massagehuis Relax. Hmm. Ja, ik heb jullie hierbij nodig. Because I didn't get it. Ik snap hem niet. Ik drink Jägermeister omdat ik het oude telefoonnummer heb van Massagehuis Relax. Ja, precies. Ja. Dus je hebt niet het nieuwe telefoonnummer. Nee. Dus je kunt ze niet meer bereiken, want er is geen internet... In het jaar waarin wij zitten. En dus heb je wel een drankje nodig. Ja, want van het drankje hoef je ook niet meer gemasseerd te worden. Nee, maar je moet even... precies. Echt goed doordrinken. Als je echt dan zit relaxen. Je maar niet op een massage te wachten. Ja, maar ja, dan mag ik nog even die foto zien. Zeker. Wat een afschuwelijke... foto. Ik drink Jägermeister, omdat ik het... Oude telefoonnummer van Massagehuis Relax. Oh, ik weet het. Zij heeft dat nummer nu. Dus zij wordt heet het gebeld. Snap je? Massage, dat begrijpen wij natuurlijk niet meer. Nu. Je hebt gewoon het oude nummer gekregen. Dus je kan wel gewoon iedereen gebruiken. Belt haar precies. Voor... Is dit massage? Hey, leuk aan mijn pik trekken. Ik heb massage relax. En dan... Ja, hop, naar elk telefoontje. Dit zijn gewoon campagnes die de moderne tijd onbegrijpelijk heeft gemaakt. Echt onbegrijpelijk. Nou, over 40 jaar, oude vrouwen willen ook een lul. Dan gaan mensen ook denken, hè? Maar die krijgen reclame. Die krijgen ze toch? Dan gaan ze opzoeken en zeiden ze, oh, ik heb het gevonden. Matthijs van Nieuwkerk, dat vond iedereen een lul. Misschien bedoelen ze dat. Nee joh. Nee, dat bedoelen ze niet. Matthijs van Nieuwkerk, die heeft al die programma's van Ruben Nicolai overgenomen. Nicolai, die heeft zijn zak. Wie is die Ruben Nicolai? Als sidekick. Heet die sidekick zo? Ja. Oh, die haat ik. Ook een lul is dat. Ja. Wat een lul, die staat er maar bij, niks te doen. Lodderig. Ik heb gehoord dat Ruben van der Meer bij hem logeert. Maar dat telt dat niet mag weten. Ja, met een schutei. Jan Heemskerk was toen de eindredacteur van... Die is ook gestopt met drinken.
Het is een epidemie. Wilco, als je nog luistert, dat, en je luistert, je bent een geweldige comedian. Maar drink gewoon eens wat vaker. Back on the wagon. Of, dat weet ik nooit. Ja. Die schrijft in zijn voorwoord. Goed mensen, nog even door. En we mogen door naar het volgend jaar. U bent blij toe? Nou, afgelopen jaar was niet veel bijzonders. Moeten we eens kijken wat voor narigheid er nog komt. Spanningen en prijsstijgingen zullen de wereld blijven beheersen. Energieschaarste blijft heersen. Gas en elektriciteit worden zo duur dat ieder uit nood de breipennen zal moeten opnemen om zijn eigen isolatieschild te bouwen. Let op, u zult blij zijn wanneer de jaren 80 met het grote vuil mee kunnen worden genomen. Niks veranderd dus. Ik wou zeggen... Exact, dat vond ik zo grappig aan. Er zitten wel meer dingen in het voorwoord waarvan je denkt, dat is precies nu ook wat grappig. De geschiedenis. L'histoire se répète, zeggen we dan in het Frans. Groot tijdschrift ook, hè? Ja, joh. Het is echt heel groot. Het is een half krantje. Ja, zeker. Met kleur. Halve krant. Hier kom ik straks op terug, want dat vond ik de leukste. Maar de Lieverts. Onze nationale Lieverts. Martine Bijl en Jeroen Krabbé. Oh. Dat zijn onze nationale lieverds. Dubbel wie... interview? Nee, het is met wie zou... Dus een grappige enquête. Dus met wie zou u een verhouding willen hebben? Op 1 staat Martine Bijl. Op 2 Patricia Pai. En op 3 Sonja Barend. Bij de mannen staat op 1 Jeroen Krabbé. Ruud Krol op 2 en Rutger Hauer. Maar er zijn ook leuke vragen. Van wie zou u nooit een tweedehands auto kopen? Bij de mannen op 3 Rijk de Gooier, op 2 Hans Wiegel en op 1 Dries van Acht. Als er ergens iets lulligs wordt gevraagd, alleen maar politici. Ja, maar ik denk dat ze dit ook gewoon zelf op de redactie op een donderdagmiddag hebben ingevuld. De kans is groot. Bij de dames, van wie zou u nooit een tweedehands auto kopen? Op 3 Sonja Barend, op 1 Adèle Bloemendaal en op 2 Patty van Luf. Ja, die werd toen nog gewoon Patty van Luf genoemd. Patty van Luf. Ja, het is zo geestig om te lezen en dat sommige mensen nog steeds still going strong. Dat is mooi om te zien. Patty trouwde ook in die tijd, ieder jaar, hè? Waardoor die achternaam steeds veranderde. Er wordt een voetbaltalent. Oh, en al die reclames voor roken. Ja. Het is zo verfrissend. Zo verfrissend om een mooie foto van een pak check te zien. En iemand die tevreden zegt, ja, geef mij maar een pak halfzware check. Ik ben een tevreden roker. Ja, en geen onrust roker. Er is een pracht... En ik heb het oude nummer van... Coffeeshop Relax. Een glas gewone melk. Wat kan dat toch lekker zijn? Gewone melk vindt u bij uw melkman. Ja. Melkman. Ja, melk de Witte. Hier heeft mijn broer zelfs nog ook ingestaan voor Melk de Witte Malter. Oh ja. Achter zijn drumstel. Oh. Ah, melk. Melk. Er wordt er is een heel leuk artikel over een voetbaltalent. Het troetelkind van de Argentijnse voetbalnatie. Diego Maradona. Onthoud die naam. Ja. Serieus, het is zo grappig. Dat is zo geestig om te lezen dat je... hoe is het om met Pelé vergeleken te worden? Ik geloof niet dat er een tweede Pelé zal komen. Ik wil alleen Maradona zijn. Oh, het is toch heel sympathiek. En wat is hij goed? Bescheiden. Ja. Hier, dit. Beeldschoonwassen. Maar zo verwend als een jonge juffrouw. Ze wou pas een avond met me uit, zei ze, als ik een auto had. Dus ik overwerken en klussen en hutje bij mutje leggen en mijn geld van mijn spaarbankboekje halen. 4 weken later bel ik erop en zeg tegen haar: vrijdagavond haal ik je van je werk in mijn eigen glanzende automobiel. Wat is het er voor één? Vraagt ze. Tegelijk zie ik een vroeger buurmeisje langs de telefooncel lopen. Ook beeldschoon. Wacht, zeg ik bij mezelf en ik hang gelijk op. Ik loop er snel achterna, vraag hoe het met haar gaat en of ze zin heeft om vrijdag met me mee uit te gaan. Ze zei meteen ja, zonder naar een vervoermiddel te vragen. Een feest was het, met haar naast me in die nieuwe car. Ik had mijn hele leven wel door willen rijden. En die andere zit, als het goed is, nog te wachten. Want verwennerij moet je echt verdienen, vind je niet? Dit is een reclame. Voor... Ah, ik dacht een column. What? Nee. Ik dacht een column van Holleder. Nee, het is een reclame voor de ANWB-lidmaatschappen. Dat is de allerlangste reclame ooit. Precies. Dat is toch heerlijk, heerlijk, heerlijk. Veel reclame ook. Heel veel reclame. Ze hadden veel geld verdiend zijn toen. Ja, man. Maar dan, toen kwam ik uit bij het pièce de résistance van deze panorama uit 1980, december editie. Een interview met Pierre Cartner. A.K.A. Vader Abraham. En wat de jonge luisteraar moet weten, wat ik jullie
ook, ik ben benieuwd hoe jullie dat zien, maar er was een tijd dat Pierre Cartner, vader Abraham, mm-hmm. maar ook André Hazes en ook Gerard Joling, dat was verderfelijk. Dat was niet alleen hele lage cultuur. Je moest bijna kwaad worden op hun succes. Dat was toch... En op een gegeven moment is dat omgeslagen en was Hazes opeens bonton. En was Joling ook opeens geaccepteerd en kon hij ook... Ja, precies. Maar het is, we hebben het niet over dezelfde periode. Nee, precies. Maar er is iets gekanteld, heel duidelijk. Ja. En het begon wel met Hazes. Die was wel een van de eerste die opeens wel algemeen geaccepteerd werd. Ja, maar ook heel lang niet. Heel lang was zeker, het echt fout. Zeker, want Jezus, Hazes. Vrienden van mijn ouders en zo waren meer van de hippies en de andere muziek. Maar mijn oma draaide Hazes, moeder van mijn moeder. Dus wij hadden ook toch ook wel een plaat van Hazes thuis, stiekem. Ja, precies. En dat werd er wel gezegd door vrienden van als ze de plaat heen gingen. Wat gaan we draaien, Ed? Heb je Hazes? Jezus. Ja, zo is het leven, is wel heel goed hoor. Ja, precies. Dan moest je verdedigen. Ja. Ja, nou. Pierre Cartner is echt een razend succesvolle Nederlandse artiest. Wat niet iedereen weet, hij heeft natuurlijk ook De Clown geschreven. Voor Ben Kramer, Manuela voor Jacques Herp. Het Kleine Café in de Haven heeft hij zelf uitgebracht. En natuurlijk het Smurfenlied. Een van de nog steeds best verkochte singles in de Nederlandse pophistorie. Jazeker wel. Dit interview is tekenend voor hoe je dus omgaat met dat soort artiesten. En ik ben daar verder in gedoken. En toen kwam ik nog een vraaggesprek tegen met Mies Bouwman. Heb je dat gezien? En voor de Vlaamse televisie, Noord-Zuid, het programma 1978. Het is schoftig. Nou goed, eerst dit artikel. De journalist begint als volgt. Het kan geen kwaad om rond de kerst eens een hartig woordje te spreken. En vooral over Petrus Antonius Laurentius Cartner. Ik deed dit onder zijn dak. Een onder monumentenzorg genoteerde rietveldwoning in Breda. Weliswaar betreur ik zijn verzen. Hij keurt de muziek af. Maar ik ben de leeftijd ontgroeid om er wat van te zeggen. Ik kijk slechts naar zijn bestaan. En dat is troosteloos. En als het daarom iemand mededogen verdient, dan is hij het. Ik zal u uitleggen waarom. Op het Kleine Café bij de Haven na legt geen lied van hem bij mij enig gewicht in de schaal. Zo begint het, hè? De tandjes. Flikker mijn huis uit. Wat ik van het oeuvre van de als vader Abraham vermomde Cartner alleen goed heb kunnen onthouden, is de ritmiek. Het is één langgerekte deun, waarbij mijn tenen krom in mijn schoenen gaan staan. Pierre zal het misschien flauw vinden als ik het zeg, en het is ook niet aardig. Maar ik ben wel de eerste om er dit aan toe te voegen. Ik vind het ook knap. Om met zo weinig woorden en zo weinig melodie zo snel een behoorlijke veer te kunnen wegblazen. Dat stempelt hem tot een man die het volk begrijpt. Wel grappig dat Pierre Cartner inderdaad zich in allerlei bochten wringt om maar heel erg normaal de hele tijd over te komen. Hij spreekt bijna wanhopig om maar vooral goed in de smaak te vallen, maar het lukt hem elke keer opnieuw. De gewone man is mijn vriend. Ooit zou Pierre Cartner een briljant bakker worden. En hij zegt, zolang de mensen nog huilen bij de jaarwisseling en met kerstmis kerstbomen kopen, zo lang kan ik mijn liedjes nog schrijven. Ik moet wat overslaan voor de tijd, maar het is een heerlijk interview. Want ik moet er nog wel eventjes bij halen dat die... wordt ook nog aangekondigd nog. Ja. Ik schrijf dit nu even losjes neer. En dan heeft hij het over dat het lied waar hij mee doorbrak was Vader Abraham en had zeven zonen. En dat heeft hij samen met John Crispijn geschreven, de andere Bredanaar. Die weliswaar met zijn eigen goedvinden als een van de zeven zonen aan de act werd toegevoegd. Maar verder volkomen afgebluft moest toezien hoe Pierre Cartner na een jaar als ongevederd opperhoofd alleen verder gaat. Ik schrijf dit nu even losjes neer, maar u begrijpt natuurlijk direct dat daarover al genoeg is afgevoeterd. Zo straks leest u hoe duidelijk Cartner zijn agressie kan prijsgeven als blijkt dat ik te lang bij dit onderwerp stil blijf staan. Dan gebeurt dat dus verder... Het heeft het gevoel van, zeg maar, je hebt documentaires te kijken dan Louis Theroux. En die ging echt mee met de mensen en die respecteerde ze. Ja.
En dan merkte ik wel van, gingen mensen dat nadoen, maar dan de hele tijd in de camera kijken als de mensen niet opletten. En de kijker toespelen van, ja, ik wal hiervan hoor. Ja, hij is niet helemaal lekker, die gast. Ja, ja. Verschrikkelijk was dat. Ja. Nou, en hier krijgt hij dus de confrontatie. Aantal liedjes geschreven, hadden er een paar gezongen. En ik had dat van vader Abraham gezongen met die 7 zonen. Dus vroeg die spoor aan mijn platenmaatschappij, wie zingt dat? Nou, dat was ik. En dan zegt de journalist, dus Crispijn de Pest erin? Zegt Gardner, wat bedoel je? Wat wil je horen? Je kan het zo ingewikkeld maken als je zelf wil. Want je hoeft mij niks te leren van journalisten. Maar John Crispijn was een man die orgeltjes speelde en arrangementen maakte. En die betaalde ik via Dureco. Samen schreven we dat lied en ik zong het. Er is maar één vader Abraham en dat ben ik. En ik ben het als enige vanaf het begin. Dat hij misschien toevallig net dat lied ook had willen zingen, dat kan. Dat kan ik me reuze goed voorstellen. Maar hij zong het niet, want ik zong het. Laat ik de zaak duidelijk stellen. En die is niet anders dan zoals ik hem nu vertel. Je suggereert iets, maar je weet er geen flikker vanaf. Ik suggereer niks. Jawel, en dan kunnen we net zo goed stoppen. Daar stopt het niet. Want daarna is hij weer heel vriendelijk. En het is echt een... Ik heb gehoord dat die smurfen ook nooit iets gezien hebben. Nee. Geen blauwe cent. Nee. Luister, die vader Abraham was gewoon zo ontzettend opgesmurfd. We zijn opgesmurfd. Vreselijk. Vreselijk. Ik heb zo'n smurf in. Als ik hem zie, dan smurf ik hem helemaal elkaar. Ik kan helemaal niet door een waterkraan. Tuurlijk niet. Maar ik moest het wel proberen. Maar ja, dan ga je naar een feestje. Ja, dan wordt het toch weer gevraagd. Kun je door een waterkraan? Je probeert het. Het doet pijn. Maar laten we nou eerst even vaststellen dat u dus een Nederlandse tekstschrijver Nies Bouwman bent. Maar zou u in een minuut is de meest belangrijke dingen over uzelf aan het kijkerspubliek kunnen vertellen? Wat een vreselijke vraag, Mies. Eerste vraag. In een minuut? Heel serieus dus even. Ja. Dat ik me verkleed als vader Abraham om niet te lijken op je kachel. Omdat ik wat te gespannen ben op de bühne waar ik moet werken. En dat doe ik erg veel. Ook in België. En dan voel ik me iets minder de slechte goochelaar die... Sorry, ik moet heel even springen. Zo, ga ik zo zitten. Mag ik even beginnen? Misschien is er het... Nu begint Mies Bouwman. Hij is net gaan zitten aan tafel. Naast Mies zit de Vlaamse co-host. Ja, het is een raar programma. Het is een heel raar programma. Maar ze presenteren met z'n tweeën en zij weten zogenaamd niet wie de gast is. Nee. En dan zegt Mies Bouwman, om hem vader Abraham beter te introduceren. Mogelijk, wat u misschien ook zelf denkt, dat er een aantal mensen thuis zitten die niet weten wie de Pierre Carter is. Vader Abraham, ze laten we dat eens volgen. Die mensen. Dat is de toevoeging van die... Ja. Van die ik benijd die mensen. Ja. Dat, die hem niet kennen. Want ik zou hem ook liever niet kennen. Ja. Hij is geen fan. Hij is geen fan. Laten we nou eerst even vaststellen... Dat was duidelijk. En dan iets verder. Ik zit hier doodongelukkig te zijn. Het is nog steeds aan het begin. Aan het begin van het gesprek heeft dus alleen verteld wie hij is, waar hij voor staat. Dus welkom, ga zitten. Vat jij eens in een minuut jouw kern samen... Ja. Nou, dat is echt een overtreding. Dat is gewoon een bal op schijnhoogte. Een trap in je rug is dat. Nou, dus dan doe je dat. En dan gaat die gast naast Mies Bouwman, die gaat opeens... Nogal... Die zegt dat hij kwaad is. Kwaad op de mensen van televisie die u uitgekozen hebben, Pierre Carter. Want ik vind die leuk om een reus te zijn. En men denkt dat, of men schrijft mij dat toe. Maar ik... Ja, ik ben zo ongelukkig met wat mensen als u allemaal uitvreden. Ik heb uitvreden? Met Albert Mol, dus het gaat over ordinaire humor. Ja. En dan meende ik dat niet wat de figuur van Albert Mol betreft. En ook niet de artiest. Ik heb alleen een persoonlijke huiver voor alles wat gemakkelijk is. Wat demagogisch is, wat op volksverlakkerij gaat leiden. En dit gaat nog even verder. Maar hij zegt dus dat hij kwaad is op de redactie. Dat ze hem hebben uitgenodigd. Zo verderfelijk is hij. Zo laag, lage, demagogisch. Vreselijk. Makkelijk. En dan gaat dat verder. We zitten inmiddels in minuut 8. Maken, joh, is gewoon zo makkelijk wat jij doet. En dan met allerlei... Daar heb ik niets mee te maken. Nee, maar dat is... Dat kent u de vreugde die ik beleef? En dan weten hier heel wat mensen van mee te denken. Die, ik zie al zelfs bekende gezichten die mij wel eens in de zaal ontmoeten. Kent u de vreugde van de kinderen die deze ouders meenemen vaak?
als ik het smeuïgen liet zingen in de zaal? Dat wilt u niet uw leven waarschijnlijk, maar kent u de vreugde dan? Ik vind of dat... denkt u alleen maar dat er een dollarteken op houdt? Ik vind dat een kleffe repliek, omdat men kleffe repliek. Altijd kan zeggen, ja. Omdat je kinderen krijgt altijd plat. Ik ja? ben persoonlijk zeer... Ik heb het idee dat u ze nooit plat krijgt. Wel, dat... met geen lied. En dat meen ik. Dat zal ook nooit mijn bedoeling zijn. Ik wil de kinderen respecteren in wat ze zijn en wat ze moeten worden. Mensen. Ja, nu wordt het grimmer. Zelfstandige mensen met een eigen natuur, met een eigen karakter. Dan krijgt u er mij niet mee klaar om op deze manier eer te behalen. Dat heeft helemaal geen zin wat u nu zegt. Ja, maar ik ben niet eens uitgesproken, Pierre Kuijper. Ja, weet ik. Dus u hebt het over, u krijgt de kinderen niet plat. Dat is het laatste van mijn bedoeling. Dat is kinderen plat krijgen. Dat is kinderen beïnvloeden. Dat is kinderen iets opdringen. Ja. En ik heb nogal een hekel aan de mensen die dat commercieel of op welke manier of via welke wegen ook doen. Ja. Net zoals ik politici... Is het land van Samson en Gerson? ...manier een publieke opinie bespelen. Wat zal Walt Disney... Ja, prima. De Seconds from Disaster. Het is goed dat de goede man niet meer leeft. Kijk, dat zijn weer van die vergelijkingen die van hout snijden. Nee, dat is een... Ik ken hout. Dat is een nooduitgang, dat is een noodgreep wat u daar doet. Mm. Want Walt Disney heeft prachtige dingen gedaan. Ja. En verder is dat uit Amerika gekomen. En daar gaan de smurfen naartoe. In het Walt Disneyland gaan smurfen gaan daar... Dat is best mogelijk. U hebt de smurfen niet uitgevonden. Nee. Dus je moet mij de schuld niet geven eigenlijk. Dus je zit over de smurfen te praten. Nee, maar... Dan moet hij een beroemd tekenaar PO bij de staart pakken. Ja, wel, ik had liever... Die ook vraagt dat de plaat goed loopt. Ik ben kwaad. Lekker, hè? Ja, ik heb een lage bloeddruk. Je bent kwaad, hè? Het is gelukt. Ik vind het gevaarlijk dat u de naam PO laat vallen, want ik heb hem ook weer horen zeggen, dat kan een roddel zijn, maar dat hij nog altijd op zijn percenten zit te wachten van wat u doet. Zou ik maar gaan? Ik wil nog een paar hele korte vragen stellen, vader Kuijper. U gaat weg nu. De tijd is op. En hij loopt weg. Hij loopt weg in zijn driedelig pak met een glas witte wijn. Ik weet niet of het waar is. Het zal misschien een roddel zijn. Ja. Maar het is zo'n uit de hoogte nare man. Die zo, en met voorbedachte raden. Maar het leek me heel leuk. Kijk eens, ik heb hier een Rembrandt voor jou. Een nieuwe revue uit 72. Of Panorama uit 72. En een nieuwe revue uit 77. Trouwen met een Marokkaan. Nou, hier. En Rembrandt betrapt. Ik ben heel benieuwd. Wij zijn hartstikke door de tijd heen, lieve luisteraars. Dank voor jullie onverdeelde aandacht. Wij gaan zometeen door. Dat wil zeggen, volgende week is er weer een podcast te beluisteren. Maar daarvoor moet je wel wat doen. Dan moet je naar petjeaf.com/RubenTeelRuben. En voor €2 per maand krijg jij 2 extra podcasts per maand. Dus dan kan je echt om de week luisteren. Heerlijk. Volg ons op de socials. We zitten op Instagram en TikTok. @RubenTeelRuben. En we zitten ook op YouTube. Waarschijnlijk zie je het nu. Als je op YouTube zit, denk je, waarom zeg je dat? Want ik zit er al. Ja. Maar als je het niet ziet en alleen maar hoort, dan kun je dus zien. Kun je zien hoe je zit. Blue Monday is geweest. Ja. En godzijdank. Daar wil ik het met jullie over hebben. Niet zozeer per se over Blue Monday... Maar ja, we zijn allemaal wel eens somber. En wat doen jullie om eruit te komen? Goeie. Dan sluit ik deze af. Dan gaan we dus daarover door in de backstage. Je had het er al over. I love you, I love you, I love you, I love you. In de spiegel. Ja, dankbaar. Dankbaar zijn voor jezelf schijnt. Daar gaan we het er straks over hebben. Volgende week. Neem me niet kwalijk. Daar gaan we het volgende week over hebben. Maar we sluiten nu af, zoals beloofd, met een... als het goed is, een inspirerende quote. Een succesquote. Ik heb er 2 voor u. Want dit nieuwe jaar moet je aanpakken. Lieve luisteraar. Aanpakken als en de kansen zien. Maak er wat van dit 2024. Gordon Gekko. Die zegt... Lunch is for wimps. Bam. Dat is statement van Gordon Gekko. De man die in de film Wall Street... prachtig wordt neergezet door Michael Douglas... En die zegt dus lunch is for wimps, omdat hij zegt niet echt dat lunch for wimps is, maar wel dat als je echt iets wil bereiken, dat je dan ook als je dan dingen laat staan die andere mensen wel doen,
Dus jij gaat niet lunchen, maar jij gaat dan werken. Mm-hmm. Of jij gaat een uur eerder opstaan dan iemand anders. Of je werkt langer door. Werken. Dat loont. Daar doen we een schepje bovenop met The Wolf of Wall Street. Jordan Belfort. The only thing standing between you and your goal is the bullshit story you keep telling yourself as to why you can't achieve it. Nou, dat is wel een mooie voor 2024. Als je een bepaald doel hebt en je denkt, het lukt me niet om dat te bereiken, dat wat in de weg staat, is je eigen onzinreden die je jezelf blijft vertellen waarom je het niet zou kunnen halen. Act as if. Doe alsof. Act as if you are a wealthy man. Rich already. And then you'll surely become rich. Act as if you have unmatched confidence. And then people will surely have confidence in you. Act as if you have unmatched experience and then people will follow your advice. And act as if you are already a tremendous success. And as sure as I stand here today, you will become successful. Nou, dat leek me toch mooi om mee 2024 in te gaan. Daar wil ik bij aansluiten met een quote van Woody Allen. 80% of success is showing up. Bam, er zijn. Nou, dit was het voor nu. Dank voor het luisteren. Een hele fijne nacht, ochtend, middag of avond verder. En tot een volgende keer.